Met Live Mobile ECG kunt u zelf thuis of onderweg een ECG maken op uw smartphone. En deze dan direct laten analyseren door het medisch callcenter van Live. Nou, ik heb al, ik denk nou, 2 of 3 jaar heb ik al last van hartkloppingen. En ik heb nou de laatste tijd dus ook weer last dat mijn, in ieder geval het gevoel dat mijn hart een slag overslaat. Emma heeft last van hartkloppingen. Ze duren heel kort. Ze weet niet precies wat het is. Ze voelt zich heel gejaagd. Ze kan niks meer doen. Op het moment dat ze er last van heeft, kan ze nu met de Live-app een registratie maken van haar ritme en het onmiddellijk opsturen naar het callcenter, zodat we kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Met name jonge mensen hebben vaak ritmestoornissen die heel kort duren. Ja, dan is juist een toepassing waarbij je snel een ECG kan maken, is van grote waarde om het vast te leggen. Ik ben nu klant bij Live Mobile Health. En die hebben een klein apparaatje voor achter de telefoon. En daarmee kan ik dus gewoon wanneer ik wil mijn hartslag opmeten. En ook als ik het niet vertrouw, dan kan ik het zelfs gewoon doorsturen naar het Live Medisch Call Center. Dus, Live Mobile Health is een dienstverlener. Wij leveren e-health diensten voor de consument en voor een zorgprofessional, een huisarts. En dat doen we door het opzetten van een medisch callcenter. Dus wat we doen met het medisch callcenter is de data die wordt doorgestuurd door de gebruiker, daar geven wij een advies over. Het is eigenlijk een virtueel ziekenhuis. Dat betekent dat wij hebben verpleegkundigen zitten die dus de data mogen beoordelen, zoals de ECG's of bloeddruk of andere zaken. En daar zit altijd ten alle tijden een arts bij die dus de verantwoordelijkheid dragen voor hetgeen wat er gezegd wordt in het medisch callcenter en de adviezen die gegeven worden. Als een gebruiker van Live kan je dus ten alle tijden kan je een ECG opnemen. Maakt niet uit of je thuis op de bank zit of op vakantie bent. En dan kan je op dat moment, of het nou overdag is of 's nachts, kan je een advies vragen, een consult aanvragen bij het medisch callcenter van Live. En die kijkt op dat moment met jou mee naar de data die je hebt doorgestuurd. Als jij een rapport aanvraagt, dus een consult aanvraagt, dan krijg je dat dus in een rapport terug met het bewuste hartfilmpje of de andere meting die je hebt verricht. En dat neem je dus mee naar je huisarts om van daaruit de volgende stappen en een behandelplan op te laten stellen. Meestal moet de huisarts, als die een ECG wil maken, de patiënt daarvoor of naar de huisartsenpost of naar het ziekenhuis sturen. Met deze Live-applicatie, met het Medical Call Center, kan hij een directe feedback krijgen van de cardioloog op zijn eigen mobiele telefoon. Unieke kenmerken van Live zijn denk ik dat het toepasbaar is en toegankelijk voor iedereen. Dus iedereen kan een ECG laten maken. Iedereen kan het ook laten beoordelen. Het werkt als een filter voor de gezondheidszorg. Nou, het grootste voordeel voor mij is in principe dat ik overal kan meten waar ik maar wil. Dat is gewoon een stukje geruststelling wat je meeneemt. Want ik zou het zelf echt voor geen goud willen missen. Absoluut niet.